BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR breekt. We gaan beginnen met BNR breekt. Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met de lastige opgave die er ligt voor het kabinet. Namelijk de terugbetaling van mensen die onterecht te veel spaartax hebben betaald de afgelopen jaren, of minder populair gezegd, vermogensrendementsheffing in box 3. En dat gaat een heleboel geld kosten. Er zijn verschillende opties om gedupeerden te compenseren. En de grote vraag is, wie gaan er gecompenseerd worden en hoe gaan zij gecompenseerd worden? Maar dat het duur wordt, dat staat eigenlijk wel vast. Het goedkoopste prijskaartje daar staat op 2,4 miljard. Bij het duurste gaat het bijna om 12 miljard, liet staatssecretaris Marnix van Rij afgelopen vrijdag weten. En de Tweede Kamer mag vandaag en morgen daarover gaan praten. Vandaag is er een technische briefing, morgen daadwerkelijk debat over de kwestie. En wij gaan het er nu alvast over hebben. Met ons breekijzer, we moeten zuinig zijn met de spaartaxcompensatie. Wat vind jij? Het kabinet heeft natuurlijk al een heleboel gaten te vullen in de begroting. Allerlei wensen waar geld voor moet komen. Dus ja, laten we dan hier niet met geld gaan smijten bij het compenseren. Of denk je, ja, de overheid moet gewoon verantwoordelijkheid nemen voor deze problemen en dit tot in de puntjes oplossen. En ook als dat heel veel geld kost en je daarmee mensen veel geld teruggeeft, ja, dat moet dan maar. Ik hoor graag jouw idee, jouw mening. 020-468-4x0. Ons breekijzer dus. We moeten zuinig zijn met de spaartaxcompensatie. Wil je niet bellen, maar wel stemmen, dan kan dat via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je zo meteen over een minuutje of 20 een tussenstand van me. En zo meteen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Edwin Heidhuis, hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan BDO Belastingadviseurs. Goedemorgen, Edwin. Goedemorgen. Jans Breekijzer, we moeten zuinig zijn met de spaartaxcompensatie. Wat zeg jij dan? Ik zeg van niet. En ik denk ook dat het niet gaat werken om zuinig te zijn. Want dat gaat jaren duren voordat we daar duidelijkheid over krijgen. Ik leg het uit. Ten eerste, dat zei je zelf al bij de aankondiging, denk ik dat de overheid hier ruimhartig moet zijn, omdat die natuurlijk zelf ongelofelijke berg boter op zijn hoofd heeft door jarenlang het met box 3 maar te laten aansloffen en niet in te grijpen waar al ruim 10 jaar om gevraagd werd. Ja, als je dan heel lang wacht, dan wordt het probleem natuurlijk vanzelf groter. En dat veroorzaak je dan zelf, en dan vind ik het niet netjes dat je dat dan afwentelt op de burger die al die jaren te zwaar belast is geweest. Ja. Maar er is ook een praktische kant aan dit verhaal. Want ja, je kunt wel zeggen, we gaan alleen de mensen compenseren die in de afgelopen jaren bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-belasting. Maar er blijkt nu al dat er een hele grote groep is die dat niet gedaan heeft, maar die zijn nu al bezig met het indienen van verzoeken tot ambtshalve verminderingen. Mm-hmm. Dat is wel een andere manier om de belastingaangifte uit het verleden te corrigeren. En dat loopt er nu zo groot op, in zulke hoge aantallen, dat alleen daardoor al de Belastingdienst dichtslipt. Want al die ambtshalve verminderingen moeten individueel worden afgedaan. En daar kan de belasting helemaal niet aan. Dus ook om praktische redenen denk ik dat het heel verstandig is om gewoon iedereen te compenseren over de afgelopen jaren die te veel box 3 belasting heeft betaald. Ja, en dat dat dan heel veel gaat kosten, dat is dan collateral damage. En dat is de schuld van het kabinet. Van het, dat zit natuurlijk een kleine andere kant aan. Ja. Kijk, want ja, je kunt zeggen, de overheid moet dat geld allemaal ophoesten en maar de pijn lijden. Maar aan de andere kant, daar zijn we natuurlijk ook met z'n allen weer, die overheid. Dus uiteindelijk betalen we natuurlijk als burgers dan wel allemaal. Maar goed, dan smeer je het uit over 17 miljoen Nederlanders. De compensatie voor feitelijk, want dat is de grootste groep waar het om gaat in box 3, de spaarders die al die jaren te veel belasting hebben betaald. Ja, dat is een afweging die de politiek moet gaan maken. En ik snap best dat het een hele moeilijke afweging is. Maar ja, het leven is niet simpel, zullen we zeggen. Nee, precies. Laten we zo even doorpraten over welke opties er op tafel liggen. Eerst een rondje in mijn panel. Piet, onze breekijzer vandaag. We moeten zuinig zijn met de spaartaxcompensatie. Wat vind jij? Dat vind ik niet. Oké, toch als een zuinig man doorgaans. Ja, klopt. Maar weet je, ik denk dat je dit praktisch en principieel kunt beantwoorden. En dan het praktische antwoord is van, ja, als we deze mensen niet gaan compenseren, dan gaan ze allemaal in beroep. En dan moet je ze alsnog compenseren. En dan heb je ook heel veel overheadkosten bij de Belastingdienst. Dus welke van de twee is duurder? Nou, dan denk ik, afgaande op wat fiscalisten daarover zeggen, dat het duurder is om mensen nu niet te compenseren. Dus het is gewoon praktisch de beste oplossing om het wel uit te betalen, denk ik. Ja, dan heb je nog de principiële vraag van, moet je nou vermogen Nederland gaan spekken. Zo wordt het dan gezien. Misschien ligt het aan mijn bubbel, maar ik zie op social media allemaal mensen zeggen van, oh, deze mensen worden gecompenseerd en de slachtoffers van de toeslagenaffaire niet. En ik snap dat sentiment wel. Daar kan ik me heel goed in vinden, maar het gaat erom dat de overheid rechtvaardig moet optreden, ongeacht om welke mensen het gaat. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ook bij vermogende Nederlanders er gecompenseerd moet worden, net als bij slachtoffers van de toeslagenaffaire. Geert, wat vind jij?
te zuinig aandoen? Of is het hier alle trossen los en gaan met de geit? Ja, nee, fijn dat ik hier mag zijn. En ik vind natuurlijk wel dat we, als er fouten zijn gemaakt, dat die gecompenseerd moeten worden. Dat is een principe waar je voor moet staan, dat je fouten compenseert. Of het nu gaat om het toeslagenschandaal, of het nu gaat om het leenstelsel. En ook in dit geval. En er zijn fouten gemaakt. En daarom geloof ik dus wel inderdaad dat de mensen gedupeerd hiervan gecompenseerd moeten worden. Ja. Ja, en niet en dan dus ook iedereen. Dus ook als jij bij wijze van spreken miljoenen aan vermogen hebt, je hebt de afgelopen jaren wat te veel betaald, ook dan moet het gewoon terug. Ook heb je dat misschien niet echt nodig, maar ja, dat hoort er gewoon bij. Als je fouten maakt, moet je het rechtzetten. Ja, en dit is inderdaad wel een ander probleem wat je aankaart, die groeiende vermogensongelijkheid in Nederland. En dat is wel iets dat we aan moeten gaan pakken. Maar we moeten het wel eerlijk aanpakken. Ja, dus niet in zo'n hersteloperatie, maar dan gewoon later moet je het goed via wetgeving regelen, zeg jij. Ja, bijvoorbeeld via vermogensbelasting. Daar zijn ontzettend veel goede plannen voor. Maar dat moet je wel eerlijk doen. En je moet zorgen dat, dat er geen fouten in gemaakt worden. Want dan krijg je dit soort problemen. Okay. Dus pak mensen met grote vermogens aan, maar doe het wel eerlijk. Nou, wij zijn eruit met z'n drieën dus. We gaan het, of met z'n vieren. We gaan het groots aanpakken. 12 miljard, hartstikke idee. Edwin, er wordt gedacht aan twee mogelijkheden om dat te doen. Hè? Een spaarvariant en een forfaitaire variant. Dat moet je even uitleggen, want dat snap ik niet. Ja, dat snap ik best dat je dat niet snapt. Dan moest ik ook eens over nadenken wat ze daarmee bedoelen. Maar het komt erop neer dat de forfaitaire spaarvariant, die is wat hofmaziger dan dan die andere variant. Bij die spaarvariant worden eigenlijk, als het plat slaat, alleen de spaarders gecompenseerd. Voor het feit dat ze in het verleden te veel belasting hebben betaald in box 3 in vergelijking met hun spaarrente. Terwijl bij die andere variant worden niet alleen de spaarders gecompenseerd, maar ook de beleggers gecompenseerd die lage beleggingsrendementen hebben behaald. En daar zwaarder voor zijn belast. Dus daardoor neemt de compensatiegroep toe. Mm-hmm. En daardoor is die variant ook duurder in de uitvoering. Ja. En jij zei net van, de overheid heeft dit jaren laten liggen. Voor de meeste mensen zal dit misschien weer op de radar zijn gekomen de dag voor kerst, 24 december, toen de Raad van State uitspraak deed hierover. Maar jij zegt, dit speelt al 10 jaar. Dus waar is dit dan fout gegaan de afgelopen jaren? Ja, als je mij moet vragen, is het gewoon onwil in de politiek geweest. Oh. Want het is ook al heel veel jaren bekend dat box 3 veel te grofmazig uitpakt en heel slecht de werkelijkheid benadert. Maar ja, al die tijd heeft het kabinet herziening van box 3 tegengehouden met allerlei argumenten, vooral in de uitvoeringssfeer, als het was te ingewikkeld om een vermogenswinstbelasting of een ander systeem tot stand te brengen. De aangifte wordt in box 3 voor ingevuld, zoals dat heet. Als we een ander systeem kiezen dan dit, dan kunnen we dat niet meer. En dat willen we heel graag. Althans, het kabinet wil dat graag. Nou, en het allerbelangrijkste argument is waarschijnlijk gewoon de budgetaire argument. Ja. Want box 3 levert gewoon pakweg een 4,5 miljard per jaar op. En dat is een hele steady opbrengst. Kun je eigenlijk gewoon uitrekenen. En daar kun je gewoon al die jaren als overheid op begroten. Ja. Ga je naar een ander systeem, vermogenswinst of vermogensaanwas, waar ook over gesproken wordt vanaf 2025. Ja, dan is het ongetwijfeld het effect onmiskenbaar. Ja, dat het mee gaat bewegen met de economie. Dus bij goede tijden neemt de opbrengst toe en bij slechte tijden neemt de opbrengst af. En dat is voor een kabinet niet aantrekkelijk om te begroten. Nee, dat lijkt me. Ik denk dat het budgetaire argument het meest belangrijke argument is geweest. Ja, om niks te doen al die jaren. En de Tweede Kamer, dat heeft de partij toen wel enorm gestoord. Heeft ook niet doorgebeten. Nee. Want de Tweede Kamer kan natuurlijk ook wat doen en afdwingen. Maar ja, dat is niet gebeurd. Dus voordat we naar de bellers gaan, ik dacht er steeds meer weg te kunnen komen. Nog even met Piet en Geert bespreken. Ik zei het ook al, we zitten op allerlei plekken naar miljarden te zoeken. We willen dat er meer geld naar defensie gaat. AOW moet worden gekoppeld aan minimumloonverhoging. Er zijn nog wat wensen en tegenvallers. Dat is geen argument dus om nu te zeggen, wees hier maar even een beetje terughoudend mee. We hoeven hier niet het onderstuit uit de krant te halen. Nee, ik denk het niet. Want die compensatie, dat is een incidentele uitgave. Dat is gewoon eenmalig op de begroting moet je mensen compenseren. En daarna heb je de omschakeling naar het nieuwe systeem. Ja, en inderdaad, dat betekent dat in goede jaren er meer geld binnenkomt, dat nieuwe systeem. Maar goed, dat zijn dus goede jaren voor de winsten, goede jaren voor de vermogensaanwas. En dat zijn over het algemeen niet de jaren waarin er geld nodig is voor sociale doeleinden. Want de lonen en de winsten die bewegen niet gelijk aan elkaar. Daar zit vaak een paar jaar tussen. Ik denk juist dat in de jaren waarin de winsten hoog zijn, dat het goed kan zijn om wat geld te sparen voor de jaren dat het, voor de sociale uitgaven die je op dat moment hebt. Ja.